Goedenavond, het is vandaag 25 februari 2022. Vandaag zijn alle coronamaatregelen afgeschaft. Dat wil zeggen, de mondkapjes hoef je niet meer te dragen. Alleen nog in het OV en op Schiphol. En toch zie je nog steeds mensen met mondkapjes in de winkels. Dus dan ben ik heel erg bang. Terwijl Omicron helemaal niet gevaarlijk is. Het is nou ja, en zelfs je ziet ze mensen ook nog buiten een mondkapje dragen. Een beetje overdreven, maar goed. Verder, we hebben deze crisis achter ons gelaten dus. En inmiddels is er een nieuwe crisis, heeft zich aangediend. En dat is dus een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat wil zeggen dat Vladimir Poetin, de president van Rusland, is Oekraïne binnengevallen in de nacht, anderhalve dag geleden. En het is allemaal de vraag, alle landen keuren dit heel erg af. Het is de vraag of wij als NATO-land er ook bij betrokken raken. En er zijn natuurlijk sancties uitgedeeld, hoe zeg je dat, tegen Rusland. En, de risico is natuurlijk wel dat Rusland dan de gaskraan dicht draait voor ons. En de gasprijzen zijn toch wel heel erg hoog. En we hebben ook helemaal geen gas meer eigenlijk. Ik weet ook niet hoe dat precies zit. Maar dan zitten we allemaal straks in de kou met heel hoge energierekeningen. En dus dat is niet echt heel fijn vooruitzicht. Nadat we corona achter ons hebben gelaten, dan denk je van nou, dan komt een mooie lente en alles fijn en vrij en open. Maar nu zitten we dus weer in de ellende. En zo gaat het maar verder. Nou ja, dat was het.